Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Deventer aan de A1. Spliksplinter nieuw, daarover zo weer. Line-up is dit keer voor René Wagelaar. Dat is geen verrassing, maar we hebben ook Kees van Wonderen. Kees, goeiedag. Goedemiddag. Trainer van Go Ahead Eagles, met veel plezier. Zeker. Ja, goede stap geweest. Ja. Zeker. Daarover zo meer. We zitten in Deventer. We zitten normaal gesproken, René, bij Van der Valk in Enschede, Amsterdam. Maar dit is wel een hele fijne. Dit is een mooie. Ik ben hier tijdens de bouw 2 keer geweest. Halverwege, toen zag ik al, als je boven kijkt, dan zijn we dan nog niet geweest. Maar hoe prachtig dit is geworden, joh. Dat is niet normaal. Het wordt ook steeds luxe. Een hotel wat nieuw bouwt, wordt natuurlijk steeds mooier. Je krijgt nu bijvoorbeeld live tijdens de uitzending ook die cappuccino. Heerlijk. Dat is er ook altijd nu. Maar dit is een fantastisch hotel. En de ligging is perfect, want je pakt gewoon de afslag oost van 2 kanten. En je bent direct hier bij de Valk. Maar de ligging is ook weer top. Ja. Kijk, dit wordt echt, als straks corona voorbij is, een topper. Hotspot. We zullen er vaker zijn. Kees, zoals gezegd. Nou, is veel top, hè, in Deventer. Maar goed. Ja. Oh ja, daar komen we straks op. Die reclamespot die wordt even doorgezet. Kees, niet lang geleden zat jij als assistent bondscoach min of meer bij het Nederlands elftal. Het EK longte met Ronald Koeman als de headcoach. En dan kies je in 1 keer voor Go Ahead Eagles als hoofdcoach. Wat is er in je gevaren? Ja, nou niet in 1 keer. Want ik heb volgens mij in november heb ik besloten dat het beter was om te stoppen bij de KNVB. Ja. En toen was het even stil en uiteindelijk... waren 2 clubs, NAC en Go Ahead, die informeerden en aan de bel trokken. En uiteindelijk is het Go Ahead Eagles geworden. Twee volksclubs in ieder geval. Ja, ja. Zeker. Rauwe volksclubs. Ja, met een mooie felle achterban. Ja. Dus uiteindelijk heb je dan de behoefte om... Je wil een elftal kneden, je wil spelers ontwikkelen, je wil... Je energie, je kennis wil je kwijt kunnen op datgene waar je van denkt dat het bij jou past en wat je leuk vindt. En ik maak keuzes op basis van waarvan ik denk, van dat hoort bij mij, dat past bij mij. En je weet natuurlijk vooraf nooit of dat ook zo uitpakt wat je denkt. Nee. En ik kijk met heel veel plezier terug hoor, op die 4,5 jaar KNVB. Dat is echt een mooie tijd geweest. Met name ook de 3,5 jaar bij de onder 17 nationaal. Ja. Uiteindelijk toegevoegd aan de staf van het Nederlands elftal. Het was ook prachtig, zeg maar, de route die we hebben belopen. Het halen van de finale van de Nations League. Ja. De kwalificatie voor het EK. De samenwerking met Koeman, met Lodewijks, met Lodeweges. Dat is leerzaam geweest en waardevol. En nu zelfstandig. Goeie keuze, René, dat hij toch... Ja, ik vond het wel opmerkelijk, want je zat natuurlijk in de top van het vaderlandse voetbal. Maar ik kan me wel voorstellen dat Kees op eigen benen wil staan, want er is niks mooier dan dat natuurlijk. Alleen, wat ik me afvraag aan jou, hoe is het om qua niveau, als je met die toppers hebt gewerkt, en dan kom je in de KKD met alle respect, is dat niet moeilijk voor jou? Je hebt zelf hoog gespeeld, omdat die knop om te zetten na 4,5 jaar met toppers. Nee, dat valt wel mee eigenlijk, want ik heb... bij de jeugd gewerkt, maar ook bij de amateurs. Ik heb zelf ook als speler de eerste 3 jaar van mijn professionele loopbaan waren bij NEC in de eerste divisie. Dus ik weet het niveau en ik... Dus dat je kan dat wel omzetten. Je kijkt gewoon naar wat er kan en hoe ver het elftal en de spelers zijn. En daar probeer je steeds een stapje in te maken. En dat is wel gelukt, ja. Ja, en ik heb geen moment dat ik me geërgerd heb aan... Okay. Ik heb met het Nederlands elftal gewerkt en nu werk ik bij Go Ahead Eagles. En daar zit echt een groot... Dat merk je eigenlijk helemaal niet. Je gaat gewoon in hetgeen wat je ziet, daar ga je mee aan de slag. Ja, en hier het beste uithalen. Ja. Dat is de uitdaging. Nou ja, 5e plek op dit moment. Van de week 0-0 tegen Cambuur Leeuwarden. De gedoodverfde kampioen, de promovendus. Dat staat eigenlijk al een beetje vast. Waar zit jij nou in dat proces, zeg maar? Is het al zoals je het wilt? Het voetbal, de prestaties... Ja, het gaat wel steeds meer toe naar, er staat wel echt wel een elftal op het veld, wat zich ook gedurende het seizoen heeft gevormd, zeg maar, met jongens die wij niet verwacht had hoe ze zich zouden ontwikkelen, maar ook jongens die op andere posities in 1 keer terechtkomen.
Dus dat is een proces wat gaande is. En nou ja, we hebben natuurlijk een geweldig record al, met 20 keer de nul al. Ja. En met jongens die, we hebben een geweldig talentvolle keeper, Sam Beukema. Jay Gorter, Beukema, ja. Die... Pakken gelijk even de actualiteit mee, Beukema naar FC Twente, vraagteken. Er zaten scouts al een paar keer op de tribune. Kan die daarmee? Ja, zeker. Kijk, weet je wat het is? Er zijn niet zo heel veel goede centrale, rechte centrale verdedigers die verdedigend goed zijn, opbouwend goed zijn en die ook nog goals maken uit spelafvattingen. En Sam heeft dat. Ja, ik weet dat er heel veel clubs belangstelling hebben of hem volgen. Ja, en het is misschien nog wel het belangrijkste. Zijn karakter is ook nog eens geweldig. Een echte teamspeler en een winnaar. Dus ik snap dat wel. Ja, opmerkelijk dat hij, zeg maar anderhalf jaar geleden, stond hij op de lijst als amateurspeler. Zou hij niet eens verlengd worden, is hij gebleven als amateur. En hij heeft zich dus daarna opgewerkt tot wat er nu staat, zeg maar. En dat is wel, dat zegt wel iets over het karakter inderdaad, wat Kees zegt. Dat is sowieso goed, buiten dat het ook een prima speler is. Moet Twente hem nemen? Ja, ik weet niet hoe Twente bij Cas is, want hij heeft verlengd bij Go Ahead. Dus er zal ongetwijfeld een transfersom op tafel moeten komen, dat is wel duidelijk. Ja. Maar als je Beukema ophaalt, dan geef je eigenlijk aan de eigen jeugd op dat moment, wie er dus achter zit in dit Mees Hilgers, rechtercentrale verdediger, die sla je dan over. Dus ja, dat ligt aan wat Twente op een gegeven moment zelf wil. Wat doe je? Is Hilgers al zover? Die is 20 volgens mij in mijn hoofd. Ja. Kan die het? En anders moet je direct, als je Doemits heb je nog 1 jaar, hè? Pas op. Ja. Die heb je ook nog 1 jaar. Ja. Maar goed, Kees zegt al, er zijn veel clubs. Twente dus houdt het in de gaten, dat is ook logisch. Dat is altijd goed. Is ook goed. Over Twente gesproken, afgelopen weekend AZ. Wil je daar nog over spreken? Ja, heel even heel kort. Kort dan, hè? Je hebt het er liever niet over. Oh. 4-1, kansloos. De eerste helft weggespeeld. Ja. Kijk, op grond van de kwaliteiten is het logisch dat AZ wint. Maar de manier betere waarop voetballers, niet. Beter team. Niks spannends, alleen de manier waarop. Hè? De manier waarop half druk zetten, vond ik wat Ron Jans al heel goed zei. Dat was, de rest loopt achteruit en de voorhoede loopt vooruit. Er waren ruimtes. Dat zie je op een gegeven moment in de hoek. We hebben helaas geen beelden daarbij. Maar dan zie je even een 1-2'tje. Nu worden de twee spelers van Twente, die worden finaal even in 3 tik, tik, tik. En ze zijn zo aan de andere kant. Er waren wel ruimtes van misschien wel 20, 25 meter steeds. Het was totaal geen pakket. Dan komt Brahma de tweede helft erin. Dan zakken ze wat in. Dan krijg je een beetje de controle. Is het nog niet goed? Spelen ze nog niet echt goed? Want wat is in jullie ogen dan het verschil met het begin en nu? Wij hebben natuurlijk in het begin in de voorbereiding tegen Twente gespeeld. Heel makkelijk, heel snel een team, heel goed dingen samen doen al. Zowel terugverdedigen, maar ook hoog druk geven. Maar waar zit er... ging dat volgens mij, Kees, toen. En dat is nu, het is net of er een paar aan het twijfelen zijn. Er zijn er ook een paar niet meer zo in vorm als toen. Dat is nou gewoon een feit al. Die wat minder spelen. Dus Tjerny natuurlijk zwaar. Tjerny valt weg. Je hebt nu achterin Piri en Doemic bij elkaar. Dat was toen Pleguezuelo. Dus ik weet niet of het met Doemits de opbouw of het daar beter van is geworden. Twijfel ik ook wel. Opbouw niet. Maar het blijft wel knap wat ze in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Hè? Dus de selectie, maar ook de manier van voetballen en de plek waar ze staan. Ja. Jij volgt Twente, je bent natuurlijk assistent geweest onder meer. Kampioen geworden in 2010. Zit Twente nog in je hart een beetje? Ja, zeker. Je hebt daar natuurlijk een bepaald gevoel. Wij hebben daar natuurlijk in het begin van het seizoen geoefend. Ja. Dan kom je weer in dat stadion. Ja. Je moet alleen in een andere kleedkamer komen. Ja. Ja. Maar als je dan buiten komt, in het stadion, op het veld, daar heb je natuurlijk je herinneringen liggen. Een prachtige tijd. Het grootste tijd. Succes uit de geschiedenis van de club ook. Ja. Kampioenschap. Waardevolle tijd, gewoon leerzaam, mooi. Ja. Met een meer dan goede McLaren ook in zijn eerste periode. Geweldig. Maar alles paste. Alles. Spelersgroep. Er was geld. Er was geld, Er werden spelers verkocht voor veel geld ook. Dat was een mooie tijd. Ja. Heb je nog contact met mensen uit die tijd? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Ja. Noem er eens 2. Nou, Munsterman bijvoorbeeld? Ik heb met Munsterman wel contact, ja, zeker. Die volgt mij ook de verrichtingen bij Go Ahead Eagles. Die stuurt me nog eens appjes over hoe het gaat of succes wensen. Ja. De sympathie is wederzijds? Ja, zeker. Ja. Tuurlijk, je kan over wat er is gebeurd. Daar weet ik natuurlijk ook niet al het fijne van. Maar hoe hij de club op de kaart heeft gezet en de prestaties, wat jij net benoemd, daar ligt natuurlijk Munsterman aan de basis van. Zonder hem was dat nooit gebeurd. Dus daar... Nee, en hij werkte fantastisch samen met Aldo van der Laan toen ook. De twee mensen die,
Dus die hebben ook veel goeds gedaan. En, ja, zo kijk ik ernaar. Ja, precies. Nog steeds het gevoel bij FC Twente dus. René, ja, Twente even in een dipje dus. 4-1 bij AZ. Kijk, daar kun je verliezen natuurlijk. Rustig blijven. Dat is het devies, hè? Rustig blijven. Het wordt nu de strijd om de 8e plek. Dat geeft nog... Kees weet dat wel bij Twente, hoe het publiek is en alles eromheen. De hele entourage, zeg maar. We beginnen zo, we moeten play-offs en... Nogmaals, je moet gewoon blij zijn dat je die 36 punten nu hebt. Bouw nou lekker rustig van 10 naar 8, 8 naar 6 en 6 naar 4 in een paar jaar. Met beleid. Die willen graag. Ja, je wil, ja, dat weet ik wel, maar als je nu zaterdagavond ziet en je wil Europa in, ja, dan denk dan eerst even aan een wedstrijd naar Noord-Holland uit, Europa in, want daar heeft toch nog niks te zoeken, man. Nee, rustig, dat gebeurt met een nieuwe selectie na de zomer. Ja, even rustig. Ik denk dat daar ook nog wel altijd wel iets is van, maar wij hebben Champions League gespeeld. Ja, natuurlijk. We hebben blijft om het kampioenschap, ja, en vooral gespeeld. De omweld, hè, die doet dat vooral. Hè. Twente zelf is wel rustig nu en die weten echt wel waar ze staan en welke spelers ze hebben. Maar je kunt toch niet met dit elftal, kun je toch niet Europa in? Nee. Dat kan toch niet? Er was even sprake van dat Jake Gorter, jouw keeper, ook op de lijst van Twente zou staan. Twente heeft inmiddels Onderstal gehaald. Hè. Hoe goed is die Gorter? Is dat een jongen die nu definitief jouw club gaat verlaten, Go Ahead? Ja, ik ga ervan uit dat hij gaat. Als je kijkt naar het keeperstalent in Nederland. Hij is 20 jaar. Hij doet het geweldig. Hij heeft ongelooflijke reflexen. Maar voetballend, wat tegenwoordig veel gevraagd wordt, is hij ook uitstekend. Dus die gaat stappen maken. Ja. De vraag is alleen welke club, maar die zal wel... Je hebt ook nog een contract, Kees, hè? Een paar jaar? Ja. Dus je twee van je belangrijke spelers, die ben je dus kwijt. En toch wil je het voor jezelf leuk houden, hè, bij de rauwe volksclub die Go Ahead Eagles is. Ja, dat zit hem in het ontwikkelen van weer een nieuw team. Dat was in onze tijd bij Twente natuurlijk ook. Je leidt altijd op. Je leidt op. En dat geldt bij Ajax ook zo. Daar gaan ook de beste spelers weg. Ja. Dat is een teken dat je het goed doet. Ja. Dat jongens zich ontwikkelen en vertrekken. En dan moeten er weer nieuwe komen. En dan gaat het proces weer verder. Dat is... Zit er nog wat achter bij Go Ahead? Nee. Dicht wat naar één kan volgend jaar, wat nu 19 is bijvoorbeeld, echt talenten die... Nou ja, Go Ahead Eagles heeft de jeugdopleiding weer nieuw energie ingeblazen. Ik meen 6 jaar geleden zijn ze daar weer mee begonnen. Ja. En dan duurt dat altijd even voordat je weer het echte niveau weer krijgt. Dat moet je van onderaf aan opbouwen, maar er komt zeker weer talent aan. Ja, dat is wel mooi. Want je ziet het nogmaals met Beukema, dat je het niet altijd goed hoeft te hebben. Hè. Dat kan ook zomaar het kwartje waar we het over hebben valt. En in één keer past het. Ja, maar uiteindelijk ligt het bij de speler zelf. Ja. Hè. Dus ja. Sam had een contract, die kreeg geen contract meer, maar hij heeft er zelf voor gekozen om te blijven. Hij is gaan knokken, omgaan met tegenslag. Ja. En dit heeft hij zelf... Bovenkomen drijven, dus op deze manier. Dat is goed, dat dwingt hij zelf af. Ja. Even een paar vragen van het publiek, van de kijkers. We hebben ook Kees, kijkers. Niet onderschatten. Het is niet alleen de cameraman. Amber Pater vraagt, wat zijn je doelen als trainer op termijn? Je zit nu net bij Go Ahead natuurlijk. Ik ben niet iemand die echt zegt van, joh, ik wil 2 hebben Go Ahead en dan wil ik naar een Eredivisie en dan wil ik top. Geen planner. Nee. Je kijkt wel wat er komt. Ja, ik wil doen wat ik leuk vind. Ja, dat is goed. Dat heb ik op dit moment bij Go Ahead Eagles. Maar is de club niet tevreden of ben ik niet tevreden, dan... Dat is toch weer klaar. Dan ga je het anders doen. Je hebt in ieder geval een goede zaak waarnemen, Fred van der Hoorn. Die kan je wel verder brengen in de toekomst. Fred is een goede kerel, die ken ik. Bikkelharde verdediger van Den Bosch vroeger. Ja, die belde ik vorige week. En had hij er nog gezegd, Kees is volgende week gast bij ons. En ik doe de zaken voor Kees, dit en dat, bij Go Ahead. Het mooie is wel dat Kees, volgens mij, jij gaat helemaal op in je banen. Je hebt dat inderdaad, je bent van Oranje naar Go Ahead gegaan. Dan krijg je met heel veel dingen te maken. Ik las ergens een citaat dat je zei van, mijn vrouw moet me bijna dwingen om even een eindje te gaan wandelen of te gaan fietsen. Omdat je altijd maar 24 uur met de ontwikkeling van de club bezig bent, hè? Ja, je bent verantwoordelijk voor het presteren van het eerste elftal, zeg maar, waar iedereen naar kijkt en ook mensen van afhankelijk zijn. Ja. En zo voel ik dat ook. Ik voel me verantwoordelijk daarvoor. Dus, wennen ook? Wennen, ja, zeker wennen. Ja. Ja, heb je wel iets gehad van, had ik dit maar gedaan? Dat sympathieke leventje van Oranje heb ik
Niet van wat heb ik nu gedaan, maar wel van hoe krijg ik het allemaal, hoe krijg ik al die bordjes in de lucht, ja. Zeg maar. Er komt zoveel op je af, hè. Mensen vragen wel eens aan mij van, maar wat doe je nou de hele dag dan? Ja. Jij doet je trainen een keer, maar wat komt er nou? Ja. Ja. Maar dus je bent... Veel meer dan dat. En met een nieuwe staf, met een nieuwe spelersgroep, bij een nieuwe club, voordat de zaken lopen zoals je wil. Dat is niet, je komt binnen en alles loopt van een gespreide bedje. Dat nee, is, nee. Ja, dat is... Ja. Dus dat heeft heel veel energie gevraagd en gekost en nog wel, want het is, de hele dag gaat het in je hoofd door. En fiets je wel eens dan tussendoor met je vrouw? Dus mijn vrouw die zegt wel eens... Langs de Rijn? Langs de Rijn, via Renen, Wageningen, fietsen, ja, of de andere kant via de hei of de bossen. Lekker de frisse kop halen. Voor de goede orde, je bent de inwoner van Bennekom. Hè? Dat mensen dat ook topografisch kunnen plaatsen. Dat ze niet denken van even naar de Bennekom fietsen. Maar om even je gedachten te verzetten van stap even op de fiets. Ja. En, ja, precies. Niels Pieri vraagt, zou je ooit, in het verlengde van wat er net wordt gezegd, zou je ooit terug willen keren als trainer bij FC Twente? Poeh, dat is qua romantiek zeker. Omdat... Ja, we hebben natuurlijk de gouden tijden meegemaakt. Bevlogen publiek, mooi stadion, spelen in Eredivisie. Met het gevoel als je aankomt rijden nog steeds. Ja, zeker. Ja. Het herkenbare plaatje. Dus dat, het is zeker een mooie club. Wie weet. Niks uitsluiten en het komt zoals het komt. Zo is het. Voorlopig zit daar een goede trainer in Ron Jans en jij hebt het uitstekend naar je zin bij Go Ahead. En nog een contract voor een jaar. Vera Kip vraagt, UEFA Cup met Feyenoord heb je gewonnen als speler tegen Dortmund toen. Kampioen geworden met Feyenoord onder Beenhakker. En kampioen bij FC Twente als assistenttrainer. Wat was de mooiste van al die lauwe... Nou, de UEFA Cup winnen met Feyenoord in 2002, dat was wel uniek. Maar ook de hele reeks die we hadden met allerlei finales waar we uitgeschakeld werden, maar toch weer doorgingen. Ja. En dan de finale in de eigen Kuip met het overlijden of het vermoorden van Pim Fortuyn toen. Waardoor een paar dagen ervoor, hele bizarre sfeer. Kregen de huldiging toen niet op de Coolsingel, wat we wel hadden in 1999 met het kampioenschap. Dus dat had ik gelukkig wel mogen ervaren. Maar dat was wel uniek, omdat je dat zelf als speler daar... zo'n betrokkenheid of invloed op had. En het kampioenschap bij Twente was ook uniek. Hè? De reis van Breda terug naar... Ja. Maar dacht je, ik kom nooit meer thuis? Nee, dat, op een gegeven moment duurde dat zo ongelooflijk. Maar dat was zo mooi en intens. En zeker ook om eraan terug te denken. Ja. Maar daar... Als speler ben je nog meer betrokken, kan dat ik me voorstellen. Dat was nog weer even intenser. Hoe ouder je wordt, hoe nuchter je natuurlijk ook wordt. Als je speler, denk ik, zoiets meemaakt, dan zie je helemaal de euforie nog meer als... Je bent nogal een nuchter persoon sowieso, maar dat je dan denkt, iets terug. Hè? Maar als je echt speler bent en je wint zo'n UEFA Cup... Wat ik ook prachtig vond was, in 2018 was ik trainer van de onder 17 nationaal. Ja. Om dat jaar een proces te hebben met jongens uit de leeftijd 2001. Ja. Van begin tot eind en we winnen de Europese titel in Engeland. Ja. Dat was ook... Die hoort daar ook bij, weet je. Dat vond ik ook een prachtig proces. En ook ik heb daar nog een foto van wat in het AD stond. Waarbij ik zeg maar ren naar die jongens die staan te wachten, zeg maar. Ja, dat was mooi. Jij volgt die jongens natuurlijk ook op de voet allemaal. Wat zijn nou de toptalenten uit die lichting die jij een hele grote toekomst voorspelt? Nou, Ryan Gravenberg, die zat daar natuurlijk bij. Mo Iataren, Brian Brobbie, Timber zat daarbij. Je noemt Brobbie even. Toch even jouw mening. Hij gaat naar Leipzig. Moet hij dat doen? Of had hij beter even nog geduld bij Ajax, Haller in de schaduw? Nou, ik... Jij als ex-trainer van hem? Je hebt met zoveel... Kijk, hij kan daar waarschijnlijk zo'n gigantisch salaris verdienen. Maar hij gaat bij een goede club. Gaat hij naartoe met een goede trainer. Met die trainer op een bepaalde manier, dat benoemde hij ook. Ja. Daar denkt hij zich verder door te kunnen ontwikkelen. Ajax heeft Haller, waar hij achter zit. Misschien was dat voor hem van... Ja, ik denk dat ik daar snelle stappen kan maken. Dus... Het blijft jammer, omdat je graag wil dat een Nederlands talent zich in Nederland de volgende stap maakt. Maar
Ik snap het wel. Ja, duidelijk. Heracles Almelo wint van ADO Den Haag, René. Heracles blijft winnen. Die doen het keurig, die hebben het momentum mee. Negende plek. Gaan ze Twente voorbij? Ja, dat is een hele goeie. 1 punt achter nog, hè? Ja, ze moeten nog tegen Twente in Enschede, maar goed. Heracles speelt voor de rest weer prima. Het is degelijk, maar wat Kees al zegt met Go Ahead, het staat nu. Het valt precies in elkaar met Vloed, met de Latour op het middenveld. Ja. Schoof erbij, Kimmitsoglu eraf. Dit past, dit is net die puzzel wat Kees zegt. Dit Heracles, ja. Het valt goed in elkaar. Ja. Bakies begint een beetje te draaien nu. Van de Water is weg, is wel een stukje onrust weg. Ja. En die kunnen zomaar 8 eindigen, maar play-offs, dat denk ik wel dat ze halen. Ja. Ja, dat denk ik wel. Dan moet je Twente voorbij op dit moment. Hè. Dat is dan in de ranglijst hoe het dan moet gaan. Ja, maar dat kan toch nog? Dat kan zeker. Als Twente zo speelt als afgelopen weekend, dan kan dat zomaar gebeuren. Kan waarom het zomaar niet? Gebeuren, de onderlinge wedstrijd. Binnenkort het EK, dat duurt nog een maand of 3-4. Wat gaat Nederland daar doen? We gaan het zo aan... Ik kom toch in augustus weer? Dan kan ik jou dat wel vertellen. Nee, dan weet je zeker wat er is. Ik zou het niet weten. Jij bent een helderziende, anders zit je hier niet aan tafel natuurlijk. Jij bent hier de analist. Hoe moet ik dat weten? Wat verwacht jij? Ja, prima elftal, maar de liggende vorm op dat moment en aan zoveel factoren. Van Dijk niet waarschijnlijk, als je het zo hoort? Hij denkt er zelf anders over, maar het zou kunnen. Maar ik denk, dat is zo ver weg, man. Ja. Wie is er dan nog bij? Ja, het is wel weer dichtbij, maar het is ook heel ver weg nog. Ja. En dan wil ik eens kijken naar de vorm, hoe ze ervoor staan. Wat ik altijd had, is als je een groot toernooi wil winnen, en daarom hebben wij natuurlijk als Nederlands elftal natuurlijk zelden een groot toernooi gewonnen, heb je een stabiele achterhoede nodig, waar je, als je ook eens een mindere wedstrijd hebt, dat je gewoon, altijd dat je ook safe bent. Ja. En met Van Dijk, en met De Ligt, De Vrij, met AK, had je dat gevoel heel erg. En nu door de wegvallen van Van Dijk is wel... Het is wel enorm. Wat hun hebben, dat staat, dat zie je. Kun je de wedstrijden van Go Ahead zien. Je hebt niet het gevoel dat daar een doelpunt valt. Dat is heel raar. Dat is een gevoel, maar dat klopt ook. Je hebt het ook van die organisatie, van die verdediger, als die maar staat. Maar niet alleen het verdedigen, maar ook het aanvallen. Ja, maar je moet dingen samen doen. Ja. En op het moment dat je dat dingen echt samen doet, en je hebt de individuele kwaliteiten. Dus wij zijn het geluk van een goede keeper en goede verdedigers. Dan past dat. Je hebt natuurlijk dicht op het vuur gezeten bij Oranje, hè, als assistent bondscoach. Je weet hoe de impact en de invloed van iemand als Van Dijk is. Hoe schat jij Oranje dan nu in voor het komende EK? Is dat een kanshebber of is dat wishful thinking? Nou, het is wel een kanshebber. Alleen met Van Dijk, met de spelopvattingen, met zijn lengte, met hoe hij is als persoon... Dat is wel een adellating, dus dat is echt doodzonde. Dus geen EK. Althans, geen winst op het EK, normaal gesproken. Ik denk dat net het detail, dat we daar net op tekort komen. Ja, precies, duidelijk. We gaan even tenslotte de prognose doen voor volgende week. Dat doen we altijd even. We beginnen in de eerste divisie met Go Ahead Eagles thuis tegen Dordrecht 90. Wat gaat het worden? Uitslag? Uitslag. Als je de top bent. Ik zeg iets verrassends, 3-1. 3-1? Nou ja, 3 punten. He? Maar toch 1 tegen. Dat is een pijnlijke. Daarmee wil jij even de spelers op scherp zetten waarschijnlijk, of niet? Vooral je verdedigers. Nou, die zijn wel redelijk op scherp. Ja, oké, dan gaan we dit filmpje even goed verspreiden daar bij Go Ahead. Wat gaat dat worden? Winst Go Ahead. En hoeveel? Ja. Uitslagen 1-0, doen we al gedaan. 2-0. 2-0, duidelijk. Ja, ja. We gaan naar de Eredivisie met Heracles Sparta. 1-1. 1-1, een puntje voor Sparta ook. 1-0. Heracles. 1-0 Heracles. Ja. En dan hebben we vrijdag al de eerste wedstrijd van het weekend überhaupt in het betaalde voetbal. Althans in de Eredivisie sowieso. Heerenveen tegen FC Twente. Echt bijna een clash om die play-off plaatsen, de laatste. Ik hou het op 1-2. 1-2. Wat denk jij? Heerenveen heeft hele goede spelers, maar er is geen eenheid. Ik denk dat Twente daar kan winnen. Ik denk 0-1. 0-1, oké. Okay. Ja. 0-1. Ten slotte, Kees, normaal gesproken, je staat vijfde, dat worden play-offs met Go Ahead. Is deze ploeg, deze club klaar voor promotie, stel dat je het mocht halen? Of is dat wat te vroeg misschien? Nou, volgens mij, als je kijkt naar de clubs die gepromoveerd zijn de laatste jaren, volgens mij was er niemand echt klaar om de Eredivisie in te gaan. Het kan je ook net helpen om juist net wel die stappen te zetten die je als club nodig hebt. Ik geloof daar niet zo in. Of je nou klaar bent of niet, als op het moment dat die kans zich voordoet. Pakken.
Ja, pakken, ja. En dan zie je wel... Ja, daarom. En je hebt een rauw, mooi publiek, hè, fanatieke supporters. Hopelijk mogen die het stadion weer in het nieuwe seizoen. Dat helpt. En die willen maar één ding, dat is Eredivisie. Precies. Ja. Dus dat zou mooi zijn. Ja. Slim huren, als het dan kan. Financieel zou Go Ahead dan natuurlijk niet mee kunnen zomaar en maar spelers halen. Maar je ziet het aan Twente. Echt slim ingehuurd, noem het dan maar even. Ja. Paul Bosveld zou dat moeten doen dan, hè, denk ik. Ja, maar Kees kan ook wel. En Kees heeft ook zijn voetballer kan. Nee, maar dat klopt als je kijkt naar RKC en hè, dat soort ploegen. VVV, die als je een paar jaar weet over juist, dan ben je dan kom je. In basis, dan staat het al. Ja. En als je dan slim kan huren, want dat zal dan moeten. Hè, we kunnen het niet redden met, denk ik, met deze groep, de Eredivisie. En dat denk ik persoonlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hè, dat, daar is Go Ahead natuurlijk ook mee bezig om het stadion aan de andere kant... te upgraden, te liften, waardoor er structureel meer geld binnenkomt en waardoor je meer kans hebt om... En altijd kritisch publiek en soms negatief, hè, als het om minder gaat. En ja, die willen maar één ding, dat is... Hè, ik hoorde wel dat de sportmaaltijd hier gaat gebeuren volgend seizoen bij Van der Valk. Dus dat zou zomaar eens elke week 3 punten kunnen opleveren. Het hotel is er klaar voor, hè? Dat zien dat we hier om ons heen. En dat, met die, je kent denk ik Paul nog van... Van Hengelo uit die tijd, zeker. Toch? Paul van der Valk. Ja. Regelmatig daar wezen. Ja, tuurlijk. Overnacht. Nou, dan sluiten we af met deze mooie reclamespot. Dank je wel daarvoor. Oh. Bedankt weer voor de komst, René. In dit geval naar Deventer. Kees, bedankt. Mooi dat je er was. Succes met alles wat je doet en met Go Ahead. En dat was weer een aflevering van Voetbaltijd. Volgende week zijn we terug dan weer vanuit Enschede met de TD, technisch directeur van Zwolle. Dat is Mike Willems. En ook Jeroen Heubach, onze bijna vaste assistent in de opstelling. Tot volgende week. Tot dan.